Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Wisselende bewolking vandaag met buien, in de ochtend nog met natte sneeuw, daarna met regen. Maar buiten de buien door ook zon in de combinatie leverde dan prachtige regenbogen op. Het weerbeeld is wat onstabiel en dat kunnen we goed zien als we naar de satellietfoto kijken. Want rond Nederland zit een hoop eh, wisselende bewolking met van die mooie witte plukken. Dat zijn wat fellere buien en aan het begin van de middag lag er zo'n wat fellere buienlijn. Eigenlijk over het westen van het land. En die buienlijn trekt geleidelijk aan verder. En dat betekent dat daarachter het toch allemaal wel wat rustiger gaat worden. Voor de avond ziet het er dan ook helemaal niet slecht uit. Er kunnen nog best een paar buien vallen, maar tussen de buien door is het vaker droog. Opklaringen hebben we ook, het is een graad of 5. En vannacht koelt het dan verder af. Nog een enkele bui blijft mogelijk, met name in de kustgebieden. In het binnenland is het hoofdzakelijk droog, een paar opklaringen. En dan ligt de temperatuur al heel snel dicht in de buurt van het vriespunt. Plus 1, plus 2, dat is op anderhalve meter... En vlak bij de grond zou het best wel eens licht kunnen vriezen. En lokale gladheid is morgenochtend vroeg dan ook niet helemaal uitgesloten. Het is vrij snel voorbij. Het wordt 6 of 7 graden morgen. Nog steeds een enkele bui mogelijk, ook weer in het binnenland. Maar het aantal buien zal zich duidelijk gaan beperken en de zon krijgt meer ruimte. De wind stelt niet zo heel veel voor. In het Waddengebied overigens kan nog wel een windkracht 6 staan, maar verder is de wind over het algemeen matig. Dan de dagen die volgen. Vrijdag, een groot deel van de dag droog met zonnige momenten, in het noordwesten van het land misschien een enkele bui, en aan het eind van de dag wordt de bewolking dikker in het zuiden en kan ook wat regen vallen. Voor zaterdag staat meer neerslag op het programma, de meeste neerslag valt in het zuiden van het land en de kans op natte sneeuw is ook aanwezig. In het noorden nog wel wat ruimte voor de zon tussendoor. Zondag is dat lastiger en ook dan wisselend weer met kans op wat leerstag en kans dan ook op wat natte sneeuw. Zaterdag en zondag maximum temperaturen van 5 of 6 graden. En dan de dagen die volgen. Het blijft vooralsnog redelijk fris. Met temperaturen overdag van 6 graden ongeveer. En in de nacht liggen de minimum temperaturen dicht in de buurt van het vriespunt. Of zelfs iets daaronder. Maar we zien tegelijkertijd dat aan het eind van de volgende week de temperatuur toch echt een licht stijgende lijn gaat vinden. Maar goed, echt zacht weer zit er voorlopig niet in. Ook niet op die lange termijn. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.